Ik ben Elina en wij gaan de school rondleiding geven door de school samen met... Ik ben Isis en ik ga ook helpen met de rondleiding door de school. Hey, hebben jullie een leuke school? Ja, heel erg leuk. En hoe heet jullie school? De Dukendonk. De Brede School staat er. Ja. Is die ook erg breed? Weten jullie wat dat betekent, brede school? Dat er heel veel te doen is en heel veel kant op kan en zo. Oh, leuk hé. Nou, ben benieuwd. Ik loop jullie achterna. Oké. Okay. We hebben dit jaar pas een nieuw schoolplein gekregen. Dus, en daar zijn we heel blij mee. Want we kunnen hier veel meer doen. Want eerst waren het alleen maar stenen. En twee goaltjes. Dus nu kunnen we hier in het huisje bijvoorbeeld... Hé, ga er eens in dan. Oké, kom. Glij eens naar beneden. Oh, geweldig hé. We zijn nu op het kleuterplein. Hier spelen kleuters. En we gaan hier ook een paar dingen laten zien. Oké, hebben jullie hier ook gespeeld? Ja. Toen je nog kleuter was? Ja. Wat doen jullie? Wij komen jou filmen. Zitten jullie er goed op? Nou, dat zijn er wel veel. En nu zwaaien. Zwaai maar. Jij ook. Goed, hé. Jij kan dat goed. Dit is een blote voetenpad. Daar gaan ze met de zomer gaan ze met de blote voeten erop. En dan kunnen ze allemaal verschillende materialen voelen. Vind je het schoolplein leuk? Ja. Wat vind je het allerleukste? De boomstam. Ik vind het helemaal heel erg leuk omdat je hierop kan zitten. Waar gaan we nou naartoe? Naar onze klas toe. En welke klas is dat? Groep 7-8. Goed zo. En hoe heet jullie meester? Meneer John. Nou, ben benieuwd wat hij vertelt. Ga maar. Meneer John, ja. Deze twee kinderen zeiden dat jij de leukste meester van de school was. Nee. Dat kennen ze een andere niet. Oh, dat zou kunnen natuurlijk. Wat wilde jij vertellen? Nou, vind je onze klas druk, leuk, weet ik veel iets? Het is een hele leuke klas. Soms zijn ze wat druk. Maar over het algemeen, en ik, goed corrigeren. Goed zo. Nou, mooi. Zeg, luister eens, hebben alle kinderen hier vanaf groep 1 bij gezeten? Nee. Oh, er zijn ook nieuwe kinderen bij. Ja. En jij? Nee, want vanaf groep 1, 2, dan zit je in een andere klas. Ja. Maar wij zaten in een aparte groep 3. Ja. En daarna werden we een combinatieklas. Ja, maar wel in de Dukendonk. Ja, dat wel. Hé, ik zie toevallig daar een hoop bekers achter staan. Drinken jullie daar melk uit? Nee. Wat dan? Dit hebben we gewonnen met schoolvoetbal, de jongens. Hé, zijn jullie zo goed in schoolvoetbal? Ja, de jongens zijn heel goed in schoolvoetbal. De jongens? Ja. Zitten die ook in deze klas? Ja. Oh, dan zullen we eens een voetballer erbij halen. Wie wilt? Ja, dat willen ze allemaal. Roep er maar eentje. Justin, jij kunt goed voetballen. Kun je de bal goed wegschoppen of tegenhouden? Wegschoppen. Dus je bent spitsvoetballer of zo? Ja. Hoe lang doe je dat al, voetballen? Sinds mijn vierde. O, dat is lang, want je bent hoeveel jaar nou? Ik ben 12. Dus 12 min 4 is? 8 jaar. Zo, dat is lang. Ja. Hé, hey, zit je ook bij een club? Ja. Welke? SCE. SCE, wat betekent dat? Dat weet ik niet. Sport, club. Eendracht, zou best kunnen. Nee, Excelsior heeft iets met Excelsior. Oh, je weet het al. Zeg het nou eens helemaal. Een sportclub, centrum Excelsior volgens mij. Oké. Denk ik.
Hey, en waar heb je die bekers mee gewonnen? Met schoolvoetbal. Ja, en welke beker hebben jullie het laatst gewonnen? Waar heb jij het meest aan meegewerkt? Allemaal. Oh, allemaal. Pak er eens eentje die jij het mooiste vindt. De grootste. Dat dacht ik al, die grootste, ja. Zo, hé. Hey. Waar hebben jullie daar gewonnen? Nijmeegse finale. Nijmeegse finale. Ja. Doen jullie dit jaar weer mee? Deze ja. Was van dit jaar. Dit was van, oh, dit was jaar. Van dit jaar. Dus ja. Hij is nog helemaal nieuw. Ja. Hij ziet er ook glimmend uit. Dit is de aula en hier doen we altijd documentatie. En we kunnen hier op de computers werken. Vandaar dat hier ook allemaal boeken staan. En documentatie, wat is dat? Dan moet je een werkstuk schrijven over een onderwerp. Oh, en ja. Daarna krijg je een punt van je meester. Oh, ja. Weet je wat ik me afvraag? Die foto's hierboven. Ja. Zijn dat jullie meesters en juffrouwen? Dat zijn alle leerkrachten en mensen die hier op school werken. Hey, wie is de directrice? En jullie meester, waar hangt die? Daar. Maar wij hebben ook een juffrouw. Jullie hebben ook een juffrouw? Ja. Hoezo? Eentje is op maandag, dinsdag en woensdag, de juffrouw. En de meester is op donderdag en vrijdag. En de juffrouw doet allemaal andere vakken en de meester ook. Ook, ja. Net als op de middelbare school. Ja. Nou, dit zijn de schooltuintjes. Elke klas heeft een eigen tuintje. En daar kunnen ze dus allemaal planten en bloemen in zaaien. Want op het begin van het volgende schooljaar, dan krijgt het mooiste tuintje een prijs. Een tuinkabouter. En die krijg je, zeg maar, als je wint. Want bijvoorbeeld, we hebben elk jaar een ander thema. Jullie tuintje is natuurlijk het mooiste, of niet? We hebben zeg niet maar. Heel erg veel aan gedaan. Nou, maar groep 8, ja? Groep 8 die doet het eigenlijk niet meer, omdat we volgend jaar weg zijn. Dus we kunnen ook geen prijs meer winnen. Hey, dat tuintje is zeker de mooiste plek van de school. Nee, eigenlijk vinden we dat de gymzaal, omdat het daar het meest te doen is. De gymzaal? Ja, het is niet echt heel mooi of zo, maar je hebt er meer te doen. Oh, laat eens kijken. Ja, laat eens kijken. Er moeten we wel een eindje lopen. Doen we. Hij is onze gymleraar en hij heeft altijd hele leuke lessen. Klopt dat met het ijs? Ja, als de kinderen goed meedoen, hebben wij hele leuke gymlessen hier. Absoluut. En wat voor gymlessen doen jullie? We doen van allerlei gymlessen, van spellen tot met trampolinespringen. Allerlei soorten gymlessen hebben we hier. Hey, ben jij goed in gym? Ik doe zelf heel veel aan sport, want ik doe ook aan dansen. Wat zeg je nou? Ik doe ook aan dansen. Doe jij aan dansen? Ja, ik ben derde geworden van Nederland met ons team. En ook zevende van Europa. Stop, daar gaan we eventjes bij zitten, want daar wil ik meer van weten. Ik doe aan wedstrijddansen. En wat voor dansen is dat? Hip-hop. Hip-hop en dan? Dan ga je naar een wedstrijd en dan moet je dansen. En op het einde is de prijsuitreiking en dan is er een top 3. Maar je bent zevende van Europa geworden? Ja. En waar was die wedstrijd? In Duitsland, in Kalkar. En er kwamen van alle landen kwamen teams, ook van Rusland en van Ierland en Frankrijk. Hey, luister, daar heb je zeker wel wat foto's van, of niet? Ja. Of een filmpje heb je misschien ook wel? Ja, staat op YouTube. Nou, dan gaan we daar eens even naar kijken. Ik doe aan voetbal met in een meidenteam. En volgend jaar gaan we met jongens voetballen. Maar toen we een meidenteam hadden, toen zijn we 2 keer kampioen geworden. Dus ik vind het heel leuk. Ik heb hier allemaal kampioenen op school. Ja. Ja. En wat moet je nou goed kunnen bij voetballen? Wat dribbelen, kun jij goed? Pasen, keepen. Doe alles. Jij doet alles? Ja. Kun jij die bal tussen van hieraf tussen die 2 kasten doorschieten? Tussen die 2 kasten, ik ga. Yeah! Die voetbalclub van jou, hoe heet die? Oranje Blauw. En waar zit die ergens in Nijmegen? Hier aan het Tolhuis. Is natuurlijk een hele leuke club, of niet? Ja. Ja. Ja.
Nou, dit was onze school. En het is echt een hele leuke school. En we vonden het heel leuk om een rondleiding te geven. Ja, en we vonden het heel leuk om jullie mee te nemen.